Hebben we het over SEO, dan hebben we het natuurlijk over de zoekwoorden. En eigenlijk, ja, is het een vreemde gedachte, omdat je, als je je focust op de zoekwoorden, je en vaak focust op 1 tot 2, misschien wel 10 verschillende woorden waar je graag goed op gevonden wilt worden. In onze ogen kun je beter richten op zoekthema. En in deze woensdag gemakdag aflevering ga je er ook achter komen waarom dat zo belangrijk is. Sterker nog, ik laat je voorbeelden zien, waarin wij met een paar luttele kleine aanpassingen die misschien 5 minuten hebben gekost, ruim maandelijks 5.500 bezoekers extra op onze website krijgen met 1 aanpassing en met 1 pagina. Kijken we naar wat dus eigenlijk het optimaliseren op thema voor effect heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de posities die we met dit artikel hebben opgebouwd. Het is een artikel over allerlei afbeeldingen en websites waarin je gratis afbeeldingen kunt gebruiken. En je ziet hier al dat we alleen al in Nederland op 125 zoekwoorden scoren. Je ziet hier ook plusjes. Dus we stijgen zelfs in de resultaten. Kijken we dan naar de pagina, dan zien we hier bijvoorbeeld de pagina. Dan zie je ook dat ik afbeeldingen zoeken, gratis, rechtenvrij. Hoe werkt precies met rechtenvrij afbeeldingen? Afbeeldingen met auteursrecht, wanneer mag je afbeeldingen gebruiken? Een top 3 van afbeeldingen. Het bestandsformaat of afbeelding verkleinen. De resolutie van afbeelding verkleinen. Dit is niet onbewust opgebouwd. Kijk je naar het optimaliseren, en zeker wanneer je dat gaat bekijken hoe je moet optimaliseren in deze tijd, dan optimaliseer je niet alleen maar voor Google, maar eigenlijk veel meer voor je gebruikers. Dus zorg dat je voordat je eigenlijk een pagina creëert, dat je na gaat denken, hoe maak ik de meest waardevolle pagina over mijn thema? Dus niet zoekwoord, want anders zou ik het hier alleen maar over een afbeelding hebben gehad, maar over het thema. Dus wat kan ik allemaal vertellen als iemand zoekt naar afbeeldingen? Wat is dan nuttige, interessante informatie die ik op die pagina kan benoemen? Om dus mijn gebruikers steeds verder te helpen. Je helpt je gebruikers steeds verder. Dat ziet Google. Dus jouw posities zullen stijgen. Plus je zult het automatisch op tientallen tot honderden, tot soms wel duizenden zoekwoorden op met 1 pagina scoren. Nou, hoe kun je dat gemakkelijk doen? Ik zal je straks ook nog het praktijkvoorbeeld laten zien, waarin wij dus met een kleine wijziging ruim 5.500, bijna 6.000 bezoekers per maand extra hebben gekregen. Met een kleine aanpassing, die dus eigenlijk gebaseerd is op deze techniek. Nou, hoe werkt het? Je kunt allereerst beginnen met bijvoorbeeld Answer the Public. Typ jouw hoofdzoekwoord in. Dus wat is het onderwerp van het thema, om het zo te zeggen. Nou, kun je hier zien bijvoorbeeld afbeelden. Als je dan verder naar beneden scrolt, dan krijg je hier dus allemaal soorten vragen die iemand kan stellen of die iemand stelt, die te maken hebben met jouw hoofdthema, dus met jouw hoofdzoekwoord. Hier zie ik bijvoorbeeld hoe kun je afbeeldingen spiegelen, of hoe kunnen we afbeeldingen verkleinen, of hoe afbeeldingen transparant maken. Als ik verder naar beneden ga, krijg ik nog veel meer input. Afbeelding met LinkedIn, afbeelding zonder achtergrond. En hoe verder ik naar beneden scroll, hoe meer input ik krijg. Dus via Answer the Public, Google het even, dan kom je bij answerthepublic.com, typ mijn hoofdzoekwoord in. En al deze vragen of ja, relevante thema's, die schrijf ik op en die verwerk ik in mijn zoekwoorden thema onderzoek, om uiteindelijk een heel groot schema te krijgen die ik dus ga verwerken in mijn artikel. Een andere tool die je kunt gebruiken is die van Ubersuggest. Google het even, kom je bij de linkjes terecht. Ik heb hier afbeeldingen ingetypt. Klik hier op keyword ideeën. En dan zie ik hier talloze zoekwoorden suggesties staan. Ik zie hier bijvoorbeeld hoe kan ik afbeeldingen verkleinen. Kleine moeite om dat artikel aan te vullen met afbeeldingen verkleinen. Dus hoe kan je dat doen? Of afbeeldingen verkleinen, 3 gratis tools. En ik maak mijn artikel interessanter voor mijn bezoekers. Wat is beter, werkt uiteindelijk ook voor je posities en wellicht voor je conversies. Maar je gaat je zoekwoorden pagina, je thema, ga je ook steeds groter maken, waardoor je dus op steeds meer zoekwoorden tegelijkertijd gaat scoren. Een andere tool die je kunt gebruiken is die van de Google Suggest. De keyword tool, dus Google even op Google Suggest tool. Zie ik hier afbeeldingen.
zie ik hier ook talloze suggesties staan. Die ik heel gemakkelijk in mijn artikel kan verwerken. Nou, waarom werkt dit zo goed? Kijken we naar deze pagina, die wat al jaren geleden geschreven is. Die heb ik laatst aangepast, nou, nog geen 2 maanden geleden. Waar kwam ik achter? Men is ook nieuwsgierig naar de geschiedenis van het Google-logo. Dus we scoren al goed op hoe is Google ontstaan, wanneer is Google opgericht. Het levert al 1000 bezoekers op per maand. Alleen het geschiedenis van Google, en dat kun je hier ook zien, daar wordt ruim 25.000 keer op gezocht. Het enige wat wij hebben gedaan, is hier het kopje toegevoegd. Een klein stukje tekst in het artikel verwerkt. En je ziet hier wat het voor gevolgen heeft. Je ziet hier ergens in maart. En je ziet gewoon dat we inmiddels op 3 staan. Op een zoekwoord waar ruim 25.000 keer gezocht wordt. Deze techniek werkt gewoon. Ik adviseer je ook om dus niet meer op 1 zoekwoord te gaan richten. En dus per pagina 1 zoekwoord te kiezen. Maar op thema. Dus denk na van hoe maak jij het meest waardevolle bron, dus de meest waardevolle bron op het internet, op het gebied van jouw thema. Nou, hoe je dat makkelijk kunt doen, is dus eigenlijk alle zoekwoorden eerst in kaart te brengen. Kijk even op de blog van IM Gemak of in een andere aflevering, waar ik alles vertel over het zoekwoordenonderzoek. Stel dat ik dus meerdere kopjes hier zou willen verwerken. Dan kijk ik bijvoorbeeld in Ahrefs of in een andere tool. Stel ik zo deze uitzetten. Zie ik hier al dat ik op veel meer zoekwoorden score. Ik zie hier bijvoorbeeld geschiedenis Google. Heb ik hier al iets over de geschiedenis gezegd? Of ga ik dit artikel dan nog verder aanvullen? Als ik over het ontstaan en dergelijke en dus mijn zoekwoorden thema heb gemaakt. Dan ga ik hier kijken. Kan ik iets in de titel kwijt? Dus ook hier in je SEO-titel, als je daarop gaat staan, dan zie je in dit, wanneer is Google opgericht en hoe is Google ontstaan. Nou, opgericht Google was een zoekwoord en hoe is Google ontstaan. Dus die hebben we slim geprobeerd te combineren. Dus eerst je SEO-titel. Vervolgens kijken naar de kop, dus de H1-kop. Verwerk je daar een slim zoekwoord in en het liefst een slimme zin. Die gericht is op het hele thema. Kijk je naar de afbeeldingen. Dan zie je ook dat wij afbeeldingen zoeken, gratis en rechtenvrij. 40 handige websites vol mooie afbeeldingen. Dan hebben we proberen te spelen om zoveel mogelijk zoekwoorden erin kwijt te kunnen, zonder dat het robotachtig overkomt. Vervolgens ga je naar kijken. Hier heb ik nog een kopje, hoe werkt het dan met rechtenvrij afbeeldingen? Dus eigenlijk maak je elke keer weer een nieuw kopje, vul je artikel aan, kijk je wat effect het heeft over een bepaalde periode en dit proces blijf je continu herhalen. Nou, ik durf te garanderen dat als je dit proces continu herhaalt, dat je continu zal stijgen in de posities in Google. En dat je bezoekersaantallen daarmee enorm zullen gaan toenemen. En dat ook de mensen die uiteindelijk op die pagina komen, steeds meer je pagina zullen waarderen. En waarschijnlijk ook het bijvoorbeeld delen op social media of doorklikken op je andere websites, omdat het een enorm waardevolle bron is. Dus denk na in jouw branche. Wat is echt een mooi thema waar je alles over kunt vertellen om je bezoekers en je klanten te helpen. Denk na wat het doel is van deze pagina. Dus waar wil je uiteindelijk je mensen naartoe krijgen. En zorg dat je elke maand nadenkt van hoe kan ik dat artikel nog verder optimaliseren. Hoe kan ik hem aanvullen. Hoe maak ik hem nog gebruiksvriendelijker. En ik durf je te beloven dat jij ook dezelfde resultaten gaat halen als die wij hebben gehaald. Nou, mocht je nog tips, suggesties, vragen hebben, laat wat van je horen. En dan zie ik je bij de volgende woensdag gemaakt dag.